Eigenzinnig, onvoorspelbaar en onweerstaanbaar grappig. Rijk de Gooier is vandaag op 85-jarige leeftijd overleden. Ruim 3 maanden na Johnny Kraaijekamp, met wie hij jarenlang een komisch duo vormde. In zijn latere jaren maakte de Gooier vooral naam als filmacteur, maar hij was natuurlijk ook schrijver, komiek, grappenmaker en begenadigd provocateur. Rijk is een absolute raspaard, met ook alle kentekenen van een raspaard. Met andere woorden, iemand die ruikt wanneer de hindernis te hoog wordt. Hij is manisch. Dat betekent dus dat je dus hele hoge pieken kent ook. En dan ook heel diep weer de put in kan. Ja, hij is van trappen afgeflikkerd. Hij is van auto-ongelukken gehad. Op zee is hij in een kano ook een keer bijna versopen. Wat hij allemaal het is verschrikkelijk. Het is ook niet zo'n rokkenjager. Hij doet wel, weet je wel, hij is natuurlijk wel heel charmant en vrouwen vinden hem leuk. Maar hij zit liever met mannen in het café en het is echt een mannenman. Ja, hij is niet een ladykiller. Rijk de Gooier, van volksjongen tot rasartiest. Hoorspelacteur, revueman, typeur, toneelspeler, zanger. Filmacteur zonder weerga, 50 films in 40 jaar. Ontelbare reclamespotjes, vooral puur zichzelf en zonder franje. Rijk. Foutje, bedankt. Rijk de Gooier werd in 1925 geboren in Utrecht in een gereformeerd bakkersgezin. In de oorlog zat hij op de HBS, maar Rijk was niet iemand die rustig het einde van de oorlog afwachtte. Toen Zuid-Nederland bevrijd was, zwom hij de Waal over om zich aan te sluiten bij het bevrijdingsleger. Zo was hij onder meer getuige van de bevrijding van concentratiekamp Bergen-Belsen. Ik denk dat hij sommige hele erge dingen heeft meegemaakt. Maar ik denk dat je op een gegeven moment sommige dingen op slot zit. Hij heeft dat ook nooit tegen mij verteld. En de dingen die je daar praat hij dan niet over. Dat houdt hij voor zichzelf. Zing een liedje, ik ben Louis, de kleine klusjesman. Na even radiomaker bij de NCRV te zijn geweest, breekt Rijk begin jaren 50 door met Utrechtse typetjes als Louietje en Bartels. Die meneer dan lagen waar, wat had de Sammy lagen waar. Nou, we waren dus ontzettende fans van hem, van dat programma van Mimosa, waar hij Bartels speelde. Daar was hij heel veel beroemd van, Bartels. Goeiedag. En daar was hij heel beroemd van. Het grote succes komt als Rijk de Gooier in het Amsterdamse variété-circuit John Kraaijekamp ontmoet. Samen vormen ze Johnny en Rijk. Dus let op één gedeelte val je hup erin, hè? Daar gaat hij, hè? 1, 2. Het was een klassiek duo met komiek en aangever, met Rijk in de rol van aangever. Rijk de Gooier speelde in tientallen speelfilms en televisieseries. Hey, Glimmy. Waar is die Jopie? Er vraagt een meneer naar je in alle kroeg op de dijk. Open en bloot, iedereen weet het. Wat voor een meneer? Nou, een hele dure. Man, wat doe je nou? Ben je soms een oester verloren? Zeg je nee? Ik zoek naar de oester van je vrouw. Laat erop! Klaar op mijn Willem! Klaar! Voor zijn acteerwerk kreeg hij 3 gouden kalveren. Ontevreden over de uitreiking gooide hij zo'n ding het raam uit van de taxi van Maarten Spanje. Zitten vergissen zo. Rot op een beetje.
Rijk de Gooier. Recalcitrant, soms bot, zeker als er alcohol in het spel was. Maar ook vrolijk, joviaal en een echte vriend voor zijn vrienden. Rijk de Gooier was een compleet mens die een leven leidde als een spannend jongensboek. Een leven als een schelmenroman, een oorlogsboek, een komedie, een tragedie. Romantisch en fel realistisch tot aan het eind.